laten wachten op jij, man. Nou, zo man. Is je fucking snoek, man. Hoeveel pikken nou echt in de week? Ja, dat ligt een beetje aan. Dat ligt een beetje aan. Kijk, vandaag beperk ik me tot jou. We gaan zo naar het vliegveld toe. Dan gaan we naar Londen vliegen. Waar we vervolgens naar LA gaan. Naar de begrafenis van een of andere basketballer. Die heeft zichzelf kapot gevlogen. Koop nog iets. Geen idee. Eerst even een bakje koffie. Want zonder koffie wordt Marijn tyfus zagrijnig. Breakfast burrito met bacon. Yeah, it is, but he doesn't understand that Dutch word. Okay. If it goes fast, I think. Mm. It all depends. Tijuana, Monterrey, Mexico City, Guadalajara. That's good. That's good. Yeah? Cut! Anna, mijne past er niet op. Dat gaat er niet in effect. Oh. Jesus fucking Christ, Nicky Lauda. Thank you.
bullshit. Rene, say it, he's a cheeseburger. Why? This is so weird. We got a GoPro running, that's why he's... Nee, eigenlijk niet. Ik moet dingen doen hier op Pik. Nee, nee. Jawel. Dat kan ook morgen. Dan ben je met je podcast bezig. Ben je met je podcast bezig? Hey, Tuub. Hoi. Pizza. Ja. Tot burrito. Ja, we spelen in een pizza tent. Wat eet je dan? Burritos. France? Mm-hmm. Why? I wasn't there. Oh, that shit! Street beefs. Yeah, dude, come on. The dude was squaring up. He wanted beef now. He got beef. He got it. He looks... Even while I was super drunk, I could still see the expression on his face was very surprised. Yeah. He's like, oh shit. Theo hit him a couple times. Punch him in the face. And then I just screamed to other people's faces, do you want it now? You want it next? No, you were like, what? What? Everyone just walked away. No one ran. They were just walking like this. What? What? They didn't want to be pussies for each other, so instead of running, they walked real fast. No, they didn't even walk fast. They just walked. Yeah, but they didn't want any of that. They were like walking like this. That girl was bleeding with, who was she pleading with? With someone. With you. Please don't beat us! I'm sorry. Yeah, we're sorry. We're sorry, man. We're sorry. A sucky! I need a haircut, man. Yeah. Left. Thank you very much. Nou, daar zitten we dan weer. Nog meer burrito's. Ik heb net dus ik heb pezen hier, die hebben ze hier in die hebben ze uit mijn voet gehaald. Omdat dit helemaal kapot was. En check, hier zitten ook geen rimpels, want ik kan hem maar buigen tot hier, zeg maar. Hmm. Ja. Dus moet je kijken. Die andere vinger is ook veel groter. Ja, maar deze is gewoon helemaal niet doorontwikkeld, dus... Net zoals de rest van je lichaam. Fuck je dat lichaampje van laaf. Ah, shit, jongen. Ja, man, dat is mooi. jij bent een vierkante bakker zoals Dolph Lundgren. Hey, Merino. Proost. Hoe heet dit bier? We'll be right back.
river. And then you can drink the water, no problem. Maar dan voelt het wel even. We gaan een influencer foto maken. Zeker een solid pick. Op een gegeven moment wisten zijn ouders dat ook. Dus toen was mijn broer bij hem en toen zei hij van, hey, waar zijn mijn sleutels? En dat zijn moeder gewoon tegen hem zei, misschien moet je eens in je neus kijken. Fucking vettig als je eigen ma dat zei. Next time you're in Eindhoven, you've been to Sound of Revolution? No. Okay. Okay. Roosje. Roosje. Wat saus heb je gepakt? Hele fit. Wat een hot sauce. Een pizza met chocola, jong. Chocolade. 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 Het hoofd heeft gesproken. Oh, man. Heb je zo'n olie die je vreef bedoeld? Oh, man. Waar. We're in Long Beach right now, Long Beach, California, Southern California, but it's part of LA. Welcome to LA. Snoop the Mod. Gas in the city. Fucking grote shit hier. Tafereelen, jongen. Ah ja, zeer goed. Hey, het zijn wel nu bij deine dikke eichel. It's dik. Hey, ik moet je iets vertellen. Deze gast zegt dat het wc-water in Amerikaanse wc's zo hoog is dat als hij gaat zitten, dat zijn eikel in het water hangt. What the fuck? Wie pikt zo lang dat zijn eikel in de wc-water hangt? Dat kan toch helemaal niet? Nou ja, of misschien wel, ik weet het niet. Misschien is het helemaal de Ron Jeremy van Duitsland. Geen idee. Ik weet het niet. Hey, Marino. Proost. Hoe heet dit bier? Hoe is het niet, hè? Oh, kijk even hier. Oh, kut, hè. Even kijken. Er is één lijk, één gigantische doodskist hier en deze toer. Ik zeg, hij moet je licht pakken, moet je kijken hier. Hier die brandweertas. Fucking heeft hij drie lijken in zitten, die teur. Waar is hij? Week. Hey, daar is hij toch. Kijk hier. Is hij zijn haren goed aan het leggen? Hij is zijn haren goed aan het doen, ja. Ja, ik moet hem even feliciteren, man. Ja, doe maar even. Heeft hij jou gebeld? Huh? Oh ja, niet, ja. Deze gast belt gewoon lui op om te feliciteren. Hij belt lui op om hem te feliciteren voor verjaardag. Waar gebeurt vooral? We zijn op tour en die gast gaat gewoon iemand opbellen. Hij zegt, dank je dat je me feliciteert. Ik zeg, heb je nou die gast gebeld? Ja, hij zegt, ja, gewoon even zeggen dat ik jarig ben. Wat de fuck is dat? Kan toch niet? Dit is een toffe gast, maar ik weet niet of dat een grote hoofd ligt of wat het is. Maar... Hey, Candy Tomato. Kom even, Candy Tomato. Yeah,
And it's swear like, what the fuck are you doing, man? No, what the fuck I'm doing. Are you fucking like that? Welcome to Oakland, motherfuckers. You better watch your back out here, cause it gets grimy. Snoop the mud. God bless America, our home, sweet. Maar dan is iedereen al naar buiten aan het wachten ja, op ja, ons. Ja, maar iedereen doet een beetje moeilijker bezig, man. Waarom? Laten we een keertje gewoon een lekker biertje drinken. Ik heb hem al 6 jaar niet meer gezien. Ik heb net verteld. Vanaf mijn vaders, of nee, ja. Mijn broers slaapkamer, keek ik gewoon zo naar zijn slaapkamer, serieus. Dus jullie hebben echt een emotionele band met elkaar? Ja, het is zo voor het raam staan, boven pik. Hey! Sorry, Gordon. I just gotta go home. I know, man. Have a good day. God, please bless America. Zit in een biertje, pik. Ik weet niet meer wat dat betekent. Hij drinkt shark, Daniel. What? Shock. What a shock! Shock Daniel! Shock me! Hij snapt helemaal net. Helemaal shock. Het is de snoeptomatie. Hey, zo zeg eens, wat is jouw reactie nou op deze geweldige? Snoeptomat. Door de storm. Is dat worth $200? Ik heb het pas, weet ik niet. Misschien pas vandaag. Ja, de namiddag wat lucht op, hè? Geen idee. Ik ben in ieder geval niet. Niet straight zo moment. Wat is dat dan? Het is geen Erasmusbrug, maar het was wel een leuk bruggetje. Dat is het gouden gat, hè? Ja, dat is super. Wat doe je? Zit ze op mijn poort te vliegen. Snoep de maat. Transition this way, there's actually a board that straight up is sister.
tip. Je is fucking kraai, jongen. Oké. Hoe graag ik ook zou willen bij hun te horen. Ik pas even geen helm. Inderdaad, dat jij waarschijnlijk helemaal geen helm kan krijgen in jouw maathoofd wat jij hebt. Wat ik verdomme. Ik heb twee kleine. Ze lachen er zelf gelukkig ook op. Yes. Ja, houden ze me. Alsof je het kasten daar vast hebt, weet je wel. Met al die onzin. Als jij hoofdpijn krijgt, dan is er ongeveer 5 op de schaal van Richter. Sit down all over the place. I'm gonna grab a beer real quick. Need a beer? Yeah, please. More beer. Want a beer? That's a little bit better, you fucking lazy fucks! Look at Frack in the house. Get a fucking haircut, you fucking hippie fuck. Whenever you smell patchouli, you know motherfucking fucking dirthead. It's not me. Draft dodging Ted Nugent, cash crash fever looking ass motherfucker. Cut your fucking head. Snoop Dogg. What's up, Sacramento? Snoep de maat. Nou, naar San Diego toe. We zijn nog helemaal naar de kloten, hè? Hey, snoep de maat. We gaan vandaag ontbijten bij. But Danny. So I just had the pleasure of meeting Born From Pain here at the Cutthroat Social Club. I would like everybody to know that these are really dope dudes. Planning to check out their music and they paid us a lot of attention here. I really appreciate them, you know what I'm saying? Thank you. The Cutthroat thing, get fucking familiar, you understand? Bij mij werkte die niet. Nee, hè? This thing just doesn't. No. Look at this, kijk, you gotta point it in like this and sideways, you stupid. The wide way. What do you mean sideways? Shit, motherfucker. Oh, this is the first time I ever seen this in my life. Yeah, I don't know. Yeah, you can. What the fuck? English. Hey, always hands with these machines, eh?
not what it's cracked up to be. Oh yeah? I have no idea. This here's the ghetto. Oh, it is? Yeah. This here's bad. Over here, this area, this whole area. Yeah. Last week I come out. The richer white neighborhood, and we got into a verbal altercation, started yelling at each other. Yeah. The cops are gonna show up, and they're gonna be like, "What's going on here? Why are you doing this? Yeah. Like, you're scaring all the other white people. If you come out here, we can go 5 minutes solid. We can fight. No cops are gonna come." Yeah. Let's go to Hustle Tattoo and say we want that tattoo for free. Zijn we dan in San Diego? En ik ben best wel naar de kloten. Ah, Rob Frans, die heeft veel hits. Zo praat ik altijd tegen mijn vrienden. En als ik dan jarig ben, dan bel ik vaak mensen op om me te feliciteren. Jongen. Kijk, hoe weet ik jou dat je precies aan je bier in je hand hebt, man? Doe even licht aan. Ja, wacht. Dit wordt awkward, sorry, maar ik moet eigenlijk aan je pikken wrijven. Doe het maar. Ja, dat is lekker. We gaan het met een nat doekje even doen. Ja, we gaan. Kijk hier. We hebben even een kijker aan de shirt op mijn pik. Ja, kom maar. Ik heb het gevoel dat ik me af wil trekken, dat is vies. Ik heb ook het gevoel alsof jij me af wil trekken. Ja, dat was bij hetzelfde gevoel. Doe ook even mijn reet. Dit kan toch niet, dit? Kijk, de snoeptomaat. De snoeptomaat ruikt naar bierpek. Ja, maar hij heeft ook de deur gesloten. Hij is een fucking biertomaat. Ik krijg de deur niet meer open, de voordeur. Dus we kunnen niet naar de auto toe. Wat een tube. Ik heb helemaal niks gedaan. Wat ben je nou onschuldig aan het doen, man? Jij zit toch met die deur te kloten, man? Ik voel een ding, ik ga niet open. Kijk nou naar die kop van hem, man. Past hij op de beeldscherm, die kop van hem? Probeer. Heb je hem dichtgemaakt? Ja. Ja, je gaat niet meer open, hè? Ja, dat is echt kloten. Ja. Ja. Hey, weet je wat? Pas op. Weet je wat het is, meneer? Ze schuiven met de deuren. Hey, weet je wat het is, meneer? Ze schuiven met de deuren. Wat is hij nou aan het doen? Kijk dat, of niet? Nee. Ken je dat niet? Nee, dat ken ik niet. Hè. Ja, maar dan moet je even kijken. Die moet schuiven met de deuren. Ja. Dat is van zo'n... Dat is een buurruzie, is dat. Ken je dat nog, buurruzie? Ja, ja. Van de tv. Ja. Buurruzie in Kerkrade. Dat is echt een bizar voor woorden. Zitten ze met de deuren te schuiven? Dat is een buurruzie in Kerkrade, of niet? Ja, zeker. Nigel Geerlings. Ja, Nigel Geerlings. Nigel is wel dood. Komt die dikker een beetje uit de douche niet. Zo negatief. Ik probeer gewoon jongens een wereldreis te bezorgen. Allemaal zo negatief. Dat is jammer. Die zwellig met zijn dikke pens in die douche. En dan zit die type weer alles te slopen. Alles het bier onder die auto te gooien, weet je wel. De enige die normaal is Marijn. Kijk. Waar zijn ze buiten? En ik deed de deur dicht, want Rob zei, ja, doe de deur dicht, want het is hier koud. Dus ik doe de voordeur dicht. Dan kunnen we niet naar binnen. En wie gaat hier? Zeg je maar een beetje een ding. Ik weet niet, ik ga... Jongen. Oh, that bumped you out? Well, no, I was already drunk anyway. It doesn't matter. All right. Ah, fucking schwellek. So we got a fucking flat tire, eh? It's unbelievable. What we got over here? Tacos, burritos.
So we're gonna try out the Lorenza Capuchana right now. Hopefully it's as good as the other one next door. Just look at that. It is fucking amazing. Is this Renee heaven? Kind of, it's overwhelming. It's overwhelming, huh? It's kind of hell sometimes. You know that we don't have room in the van for your stuff, huh? I'm sorry. Mac and cheese. What do you got, Tommy? Mac and cheese. This one for sure, bro. What is it? This is the meat what? Meat Jesus. You tasted that, huh? Fuck yeah. Yeah. All day. But you didn't taste the mac cheese. Never. Oh, yeah. Why, you don't like cheese or you don't like mac? I just don't like, I don't know. I don't like macaroni on pizza. That's weird, right? To be honest, I thought it was weird too, but it actually tasted pretty good. So then I'm going to go for the meat Jesus. Thanks. Fire. Okay, so here we are. Here you go, go. Somebody ordered the campfire. I'll put it here. No, I know, it's fucked, but yeah, what can we do? What's up, man? This is Junior from fucking GMS crew, count time. Welcome to LA, born from pain. Hope you guys had a good time. Much love, much respect. We'll see you again, homie. Junior. Thank you. Hey, thank you. Oké, ik wil iemand zijn pik afzuigen en ik wil een bier. Dat is ja, ik heb je al verteld wat er na een show met mijn pik aan de hand is, dus daar valt weinig te zeggen. De Snoop Dogg. Somebody sing the anthem because I don't know it. Once it dawns early light, what for proudly we hail. Yeah, man, Ventura, California. Noordelijk van Los Angeles. Dat is een top dag, man. Lekker relaxed. Straks voor een show spelen. In een brouwerij. Ja, als je de band een beetje kent de laatste 10 jaar, weet je dat de band dit perfect vindt. Wat kan er misgaan? Nee, ja, veel. Maar van de andere kant ook wel niks. Ze zijn natuurlijk wel getraind ondertussen, hè, dus dat komt wel goed.
Ze lopen de pier op tot op het einde. En dan lopen we terug. En dan zijn we zo dorstig dat we in de... Wat hoe heet het? Made Western? Ja. Hoe heet het? Gaan we bij Made Western brouwerij hier op de pier. Gaan we nog een biertje pakken. Dus, wordt goed man. Zelfs zwel, ik vind het leuk. Kijken. Ja. Mit Sombrero auf und Doc Martens an. Geht die Reise los. Jetzt ist Rob dran. Hey. Hey. Jongens. Prost. Prost. Ons ouwens. Prost. Op Schwellek. I don't know. Where is it? In Africa? No, it's one of the continents. Australia. There you go. There you go. Lots of pussy there too. Yeah? I need to go there. You been there? Yeah. Oh, nice. I would like to go. Go. I need money. I have a dollar. You want to flip for a dollar? You want to what? I have a dollar. Yeah, but you hang on to that dollar. Huh? Uneven. You hang on to that dollar. You had me last the other night. What? Someone tried to steal my watch. Oh, that's already the bone. Ay, ay, ay. Oh, way. Shit. That's a nice watch, huh? Yeah, it nice is. Nice watch. She tried to steal it. Should be stolen. Oh, they didn't get it. Good. But they broke this motherfucker. What is that in your hand? Stab wounds? Yeah, they were. I was sleeping. They tried to get the watch. As I remember, I was drunk. Yeah. Because the 49ers lost, right? Some. Oh, that bummed you out? Well, no, I was already drunk anyway. It doesn't matter. All right. But then they were trying to get my watch. I kind of sat up. Yeah? And they do boom, boom. Jesus, it's just blown. Damn. I think I go to the hospital. Whisky is ook lekker. Spin around, camper. Moet er iemand zo zo'n hapje gewoon in jalapeno? Ik wil een hapje. Huh? Like this. Jalapeno. 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 Shut the fuck up, man. Tell me, why don't you eat anything? What's wrong with the food? You don't like it? It's tasty. This is a toast to ours. But you're in the United States. This is like really disrespectful, huh? I have just a little bit sick. Yeah, you're good. I'll grab you a box, you can save it. No, he swallowed some smoke yesterday because of the amp was on fire. Really? Yeah, it's really bad, yeah. We might go to the hospital later on to see if he's got cancer or anything like that, you know? Morgen's going next level. Ik zou wat poppers willen voordat ik mijn kale jongenskut laat vol stampen. Ik heb het al eens geprobeerd, mijn stront smaakt anders dan dat mijn scheet ruiken. Hebben jullie allemaal gehoord wat hij net gezegd heeft? Op 31 december sta ik altijd in de handstand naakt buiten te laten. Ben ik de hele straat, gezellig. Holy fuck, man. Ik voel me nu al opgroeien, ouwe. Hey, dadelijk gaat ik heb water over, dan ga ik koken, gek. Dadelijk ga ik beginnen te fluiten. Weet je hoe fucking fluitketel. Dan is Rob vanaf dat ik dat roep, hey, doe die feedback uit, dan mis ik op mijn hoofdje. What? What? What?
Maar ik heb nu wel zin in een White Claw. Je hebt trek in White Claw. Wat heb je met dat bier gedaan? Ja, maar weet je wat het is? Dat wij vullen. Wat heb je met dat bier gedaan? Heb ik denk pers, maar dat wij vullen me niet laten drinken. Wat heb jij met dat bier? Heb ik aan het wijf gegeven. Wat heeft zij ermee gedaan? Waarschijnlijk waar gescheurd was. Wat hebben we ons vermaakt vandaag, hè? Nou, wat was het gezellig, toch? Waar hebben we het aan verdiend? Krenten uit de pap. Nou, ja, boem. Sowieso. Nou, nou. Krenten uit de papa's. Dat is een verwijt met een kutarm van je. Met een soft en onhandig. Liever een kutarm dan zo'n kut gezicht. Hé, hey, maar heb je gezien wat daar ligt? Wat ligt waar? Waar? Wat jij nu bent aan het eten. Drie uur te lijden. Hey, maar anyways, jij bent toch helemaal van de Hardcore Help Foundation? Heb ik gehoord. Ja, die tube buiten ga ik niet helpen hoor. Dan laat ik een rieken worden. Ja, maar geef me een trui en dan zet ik het allemaal op film. En dan draai ik er een emotioneel muziekje onder en zo. Ik kan hem deze muts geven. Dan gaan mensen diggen, jongen. Weet ik veel. De muts is ook. De van deze bril halen wel mijn ogen, kijk. Kijk, dus er ligt dus gewoon een gast buiten, echt te bibberen van de kou op de straat. Nee, serieus, ligt je echt te bibberen? En hij ligt echt te bibberen hij van de kou. Hij ligt niet te bibberen. Hij ligt te fucking bibberen van de kou. Ja, echt waar. Serieus? Ja, serieus. Ja. Maar dan geef ik hem een trui. Dat wil ik echt niet. Geef ik hem een trui? Ja, Ligt je te bibberen? Ja, voor mij lag je te bibberen. You got the merch in the upper thing? Ja. Yeah. Alright, nou. Hij ligt niet. Ik zag hem net bibberen. Je bent eigenlijk lul, ja. Nee, echt maar, hij lag net te bibberen. Maar dit vind ik wel moeilijk hoor, dat ben ik serieus. Ja, ik weet het, maar daarom, ik zat ook te denken, zal ik hem een koffie geven of zo, maar... Ja, dat gaan we ook doen. We geven hem een koffie en dan vragen we hem of hij nog wat nodig heeft, kom. Moet je niet misschien eerst even vragen of je al koffie wil? Ja, maar ik ben bang als ik hem wakker maak, die afgezeikt is. Maar ik denk, ik ben net in slaap gevallen terwijl ik moe ben, terwijl ik koud ben. Ja, ik... What do you think? Give him a coffee or something? Ja. Ik ga niet als een koffie komen. Hey, what up, homies? So, how you doing? How you doing? Yeah, I'm recording. Yeah, I'm recording the whole fucking tour. What up? Hey, tonight's show was sick. Yeah. Thank you very much, man. You guys appreciate it. Ik weet de fuck niet hoe het werkt op die tankstations hier. Dus ik ga even mijn broeder Carlito bloed vragen. Hey! Carlito! How do I do this with this coffee? What? How do I do this with this coffee? Do I pay it front? What do I do? Yeah, you just get the cup there and fill it with whatever you want. And then I go over there. Yeah, yes. Ik heb nog geen toetje gehad vandaag. Nee, maar wat is dit? Caramel? Ja, welke wil je? Nu zeggen. Ja, pak hem. Dan pak ik deze. Ga ik die gas geven, man. Pak ik dit in? Hier in? Nee. In een zakje, denk ik. Ja, maar zijn die zakjes? Hier liggen zakjes. En hij is wakker geworden. Oh ja, cool. Can you give me an extra?
ik zelf zwemmen. Het is ook vet koud nu, hè, hier. Ja, maar dat bedoel ik, maar dat is echt kut, gast. Bij ons kun je tenminste nog in zo'n onderdakpark slapen, maar dat is echt kut. Ik vind dat, wij zitten hier, we komen hier, we worden overgevlogen door die gasten, weet je wel. We zitten gewoon bier aan het zuipen voor fucking $7. Weet je wel, die gasten fucking niks, dan lig je te creperen op tijd. Skates, Plaza. Goeie shirtjes, man. Ja, tof, hè? Ja, goed, man. Er zijn nog een paar goeie bij. Kijk. Ik begin nu wel te begrijpen waarom er zoveel Amerikanen zijn die zo vet zijn. Want je blijft die fucking eten, het is echt verschrikkelijk. Nou, op zich hartstikke goed doen. Maar ja, we gaan nu weer. Ja, wat heb ik nou weer besteld? Het ziet er in ieder geval wel erg lekker uit. Hey René, where are you taking us? You're taking us to some industrial area so we can get raped? Yes. Schwellek. Schwellek heeft er helemaal geen zin meer in voor mij. Voor mij wil hij gewoon terug naar Duitsland. Schwellek is een beetje saai aan het doen vandaag. We terug naar zijn broodworstjes. Waardworstjes. Aardappeltjes, zuurkool. Ik ben gewoon afgevraagd wat de fuck wel eerlijk is aan het doen. Wat de fuck zijn we nou aan het doen? Hey Renee, hey. Is this downtown fucking wherever we are? Yes. So what's here? A park? Yeah. You think we're fucking hippies or something? I don't know. Jesus fucking Christ, you plant eating motherfucker. What are we doing, Rob? I don't know, that's the thing. Well, I'm going back. Let's go. Are you sure? Deze type, hè? Ik ben bang dat in Mexico nog ergere dingen gekomen. Famous last words. Als je ons niet meer terugziet, deze gast verkoopt gewoon ons organen in een of ander kartel. What do you like to do? What kind of person are you? Sitting around, having some drinks, chilling. Having some beers. For you guys, yeah. Why don't you drink? Oh, you're straight edge, yeah. So vermoeiend. Dit is toch hartstikke gezellig? Ja, ik heb het gewoon gezellig. Ik hoop niet dat hij dat ook zo gezellig vindt. Yeah.
Ja? Ja. Ja? What? Yeah. No. This is Mariano Gonzalez. How you doing? Good to see you, brother. Death plays for Death by Stereo. Yep. Oh, no, wait. Yeah. Oh, we played with you in, was it Switzerland or not? Oh, we did play in Switzerland. Yeah, yeah, wait, yeah, wait. You were there? Yeah, because I filled in that show. Yeah, yeah. You, oh, yeah, crazy, yeah. Dude. Yeah, I can remember. I can remember your fine looks. Yeah! You remember? So that's how we roll over here in California. So, you know. Hey, Marty, see you later, man. What you... Fuck that little mouse, cause I'm on patrol. I'm an albatross. We gotta eat more of this. It's the schmalak. Jij was gisteren een stukje boe, man. Hey, dat vandaag weer boe. Nee, hier nog. We zijn nu in Mesa, Arizona. En het schijnt dus een vette ghetto te zijn hier ook. Met allemaal, je hoort om de havenklap hoor je dus pistoolschoten en weet ik wat voor shit allemaal. Ja, dus lekker ghetto hier ook. Dus het wordt helemaal te gek vanavond. En we spelen in een garagebox. Ja, zo gaat het hier, jongen. Zo gaat het in Amerika. Fucking ghetto. Oh, ghetto. In de ghetto. Taliban, you know? It ain't safe around here, man. Nou, Bastiaan, wat vind je hiervan? Is dit niet hennig kut? Van die gangs of fucking shit? Hè? Eh? Kijk, we zijn hier dus nu in... zijn we ook weer in Arizona, Mesa. Dat ligt aan Phoenix. En Rob en Max de snoeptomaat en Schwellek, die zijn dus naar een ander hotel gegaan omdat het hier erg onveilig schijnt te zijn. Dus ja, nu zitten ik, Carl en de tourmanager René zitten hier op een kamer. En hun zijn veilig met de bus naar een andere wijk gegaan. Zodat, want de kans op dat je ruiten ingeslagen worden hier. Die schijnt erg groot te zijn, zei
de hotel of de, ja, wat is het, de motel-eigenaar. Kijk, ik denk de hele tijd, wat lopen hier nou voor rare gasten over de galerij heen? Maar in de kamer naast ons, er zit dus blijkbaar een of andere hoer. Dus ja, ik ben benieuwd of dat de hele nacht doorgaat, of ze de hele tijd in de reet gestampt wordt, want dan kunnen we natuurlijk niet slapen, nee. Dus nou, we zullen het zien. Hier is René trouwens. Say hello, René. Hello, René. Oké, het is fucking 6 uur in de ochtend. Het is hier onwijs koud, dus blijkbaar s'nachts. En we gaan nou naar Mexico toe. Ik heb 4 uur geslapen of zo, dus ik ben helemaal naar de kloten nog steeds. Jezus Christus. Kijk, en de snoeptomaat heeft waarschijnlijk een libellootje gekocht. Nee, ook want ja, zijn lipjes die werken niet meer zo goed. Hij heeft hele schrale lipjes gekregen, hè, Snoopy? Ja. Snoopy G of niet? Ja. Krijg je, hè? Zo wat. Tot vanavond. So what's the problem? The problem is we can't find the key. The key of the what? The key of the band to get to the last show. Oh. Born from pain. Ik ga er niet opzetten, hè. Nou, nu staan we dus bij de Amerikaanse-Mexicaanse grens. We gaan nu oversteken, we zitten even te bedenken wat voor verhaal we gaan verzinnen. Want ja, we zijn natuurlijk gewoon toeristen met allemaal shitload en instrumenten. Dus ja, ik kwam met het geweldig idee om maar te zeggen dat we een Europese mariachi-band zijn. Dus ja, meestal zit er niet in, we zullen het wel zien. Dus ik hou voor jullie. Voor als dit misschien het laatste filmpje is, voor als we allemaal teruggevonden worden met ons koppen naast ons romp. Helemaal volgespoot met fentanyl. Zo Frans, daar zijn we in Mexico. Mexico. Zijn we klaar om allemaal in onze poezelige gezichtjes kapot geschoten te worden? Huh? Bij jou zou het niet zo'n verschil uitmaken. Nee, kijk, zeker niet. Nee. Ja, maar kijk hem. Zou jou, sinds jou kunnen ze niet missen. Nee. Mooi verhaal, man. Ja. Ben je zo'n emotioneel ingestelde... Dat heb je wel gemerkt, toch? Ja, je bent wel snel gepikeerd, ja. Ja, hey, boys, boys. Ja. Salute, jongen. Salute. Hé? Yes. Hi, jongen. Zo, ja, dat is inderdaad wel een verschil, hè. Van $8 per biertje naar 50 cent per biertje. Dat is helemaal te gek. Salute, jongens. Op Mexico. Heeft hij een klaproos of een lotusbloem? En doet ze het voor gratis of doet ze het voor poen? Ja, dat vind ik wel. Ben jij eigenlijk een beetje een snuifbuis? Voor mij wel, als je met Diggy Dex op tour bent, zit hij achter en helemaal rank kapot te snuiven. How you doing? Buenas tardes. Buenas tardes. Ik weet dus de fuck niet wat ik heb besteld. Heb ik een ribeye besteld? Misschien is het gewoon een mijne. Ik heb een ribeye besteld, ja. Kijk, dat is een mijne. Kijk, we hebben hier een hele pan met shit hier al. Die we er dus in moeten gooien. God, geen. Oh, wat is het? Feta of zo is? Ik heb geen idee, jongen. Maar ik gooi het er gewoon in, je hoort mij niet zeiken. Hier, pak een molen erbij. Avocado heet dat. Hey, maar heb je gezien wat daar ligt? Wat ligt wat? Waar? Wat jij nu bent aan het eten?
Kom, wat ben ik aan het eten, jongen? What is it? He just started eating it. And I was like, have you seen what it is? What is it? Ja, een fucking insect. Oh, is dat insecten? Ja. Maar hij smaakt best wel lekker, man. Het smaakt heel zoet. Ja, ik geloof je. Nou, het smaakt goed. Ja, ja. Ja. Kijk, ik ben nu dus gewoon fucking krekels aan het vreten. Ik stop dat ding in mijn mond en ik heb geen idee wat ik in mijn mond stop. Nee, echt waar. Het smaakt echt lekker, hoor. Je moet een krekel nemen, daarna een stuk van dat... I take the cricket. Yeah, that's right. Welke volgorde had je? Het smaakt echt fucking lekker, jongen. Ook fucking krekels. Tube. Nee, ja, heb je het al geproefd? Nee, ik heb mijn tanden blokkade. Oh, Jesus, fuck. Maar ik heb geen mentale blokkade wat het drankje aanging. Dus. Maar het drankje is waarom ging. Maar, ja, okay. Nee, maar jongens, hebben jullie vandaag eens nieuws geprobeerd? Dat is mooi. Ik ben gewoon blij. Maar je hebt lekker gegeten. Ik heb heel gegeten. Mooi, man. Tommy. Ja. Wie was dat? Maar goed. What did you say? A Jew? Tastes really good. Cheese, coriander, whatever. There's a lot of stuff. A lot of stuff. Oh, I don't want to say it got a lot. Is it good? We're going there. Did you get... But I wouldn't eat in a shitty place. But you also eat a Del Taco all the time in America. I mean, but that's because I have questionable taste when I'm on top. That's why I'm saying. But right now, so you should probably not tell. Are we already ate? Okay. Yeah, no, we actually ate a lot. He knows. Yeah. He just said he has considerable taste. Yeah, when he's on tour. I'm in my hometown right now. Kom, zet het ding af, ik wil racen. Oké. Ben je dan closer? Dan zal je krijgen ook. Bu! Ja, jongen! Klopt, mee, ik heb wel gewonnen. Ik heb vet afgeslacht, joh. Vet afgeslacht, jongen. Je had geluk dat ze nog net een dead moet raken. Je hebt je gewoon afgeslacht. Je zag het zelf al. Bam! Jongen, stief daarvoor op, man. Ja, jongen. Wat denk jij nou, man? Jij bent gewoon de hele tijd... Net voor het eind, jongen. Ik heb je godverdomme het hele potje helemaal de moeder gereden. Nou, goedemorgen. Hoe fucking laat is het? Het is fucking vijf uur of weet ik veel wat. Ik ben helemaal naar de klote, drie uur geslapen. Nou, nu is er alweer een taxi om ons naar het volgende vliegveld te brengen om naar Monterrey te gaan. Wat voor domme zeg. Ik kan me al bijna niet meer open houden. Nou, nu loop ik hier dus op Tijuana. En ik dacht opeens, nou, misschien weet ik nog wel een leuke mop over nou, die ik gisteren heb gehoord. Ik weet niet of jullie erom kunnen lachen. Maar hoe heet een Mexicaan met een rubberteen? Roberto. We zijn dus net in Monterrey aangekomen, of Monterrey, en het is hier echt hartstikke warm. En ik ben dan zo slim geweest om meteen een korte broek aan te doen. En ik en Fransen zijn maar in de schaduw gaan staan, hè Fransen? Want het is... Maar het is geweld van Limburg. De rest staan volhardend daar in de brandende zon een beetje moeilijk te doen. Te wachten op de tweede auto. Ja, en voor mij is het te warm, man.
Het is hier wel heel erg warm hoor. Jezus. Hij zegt ja, het is hier rond de 24 graden. Nou, het voelt echt alsof het 40 graden is. 44. Nee. Maar ja, mond in reet. We zullen het zien. Mond in reet. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Deze tour die draait alleen eigenlijk maar om eten. Voor mij heb ik al $700 uitgegeven en alleen maar eten en drinken. Is dat chicharron usually crispy? Maar mij worden jullie gewoon met z'n allen hartstikke uitgelachen, hè? Oh niet? Dan ga ik er dus gewoon nog eventjes vanuit dat ze zwellig uitlachen, hè? Welkom in de neukschuur van de snoeptomaat. Ik weet niet hoe het komt, of we zien er gewoon heel raar uit. Maar we zijn echt een bezienswaardigheid wat dat betreft. Vooral de snoeptomaat. Die zou zo met al die dames hier op de foto kunnen hoor. Maar we worden ontvangen met aardig wat hoongelach. Ja, een heel blok vol met hoeren. Ik zeg het je. Nou, daar zijn we weer, jongens. Ja, kijk, we zitten dus in ons hostel hier. We zitten in een onwijs leuke stad, Monterrey. Nou, het is echt ongelooflijk. Weet je hoeveel mooie vrouwen hier rondlopen? Het is echt verschrikkelijk. Echt? Huh? Oh, nu ga je opeens onschuldig lopen. Ja, ja. Ja, dat weet hij niet meer. Maar we zitten hier dus en we kunnen gewoon lekker biertjes gaan drinken en doen. Kijk, ik ben wel moe. Maar Schwellek die is net wakker geworden. Maar kijk, de rest die ligt dus gewoon te fucking slapen. Ik ga het je laten zien. Moet je kijken. Ze liggen allemaal te slapen, man. Super ruig, zoals Rob Frans zou zeggen. Maar het enige nadeel hier is dat overal waar je hier komt, staat de muziek echt keihard. Beetje zoals in Nederland, maar dan maar 100. Ja, je wordt er helemaal gek van, jongen. Je kan, je hebt geen moment rust. Het is helemaal kut. Je wordt er helemaal gek van. Het zijn een quote, je struikelt je hele. Een leuk pappetje met zo'n mariachi band. Oh, een mariachi band, ja, dat zou jij wel leuk vinden, ja, hè? Dat zou ik leuk vinden. Nou, het lijkt me helemaal geen goed idee, want waarschijnlijk sla je die gasten meteen aan puin als ze een verkeerde noot spelen. Een soort heel grote moet voor of kidnappen ons voor geld.
So here we are in the van. We're going to Mexico City right now for 10 hours. 10 hours. Everybody, what the fuck? Zijn we dus. We zijn net vertrokken uit, hoe heet die stad nou, Monterrey. Monterrey. En ja, we hebben een paar uurtjes geslapen. En nu moeten we dus met twee bands in totaal. Het is het, met 10 man zitten we in een busje. Wat we, ja, daar hebben we eigenlijk 8 man in kunnen zitten. Inclusief bagage, gitaar en de hele rambam. Ja, dus het wordt een rit van 10 uur die hartstikke kut is. Maar ja, aan de andere kant, ik heb er natuurlijk gewoon voor gezorgd dat ik voorin zit. Ja. Zoektobat! Wil er iemand een zakje pinda's? Peanuts? Anybody? Vleermuizenstaart? Lots of smog yesterday when we drove in Monterrey? Yeah. Yeah, a lot of it. Dude, you can see gross. Yeah, gross. And Holland are worried about the stikstof dioxide. Dus even hier komen kijken. Dat jij daar aan het pissen bent in de bosjes? Nee, ik ben daar achter aan pissen. Ja, maar daar spelen die kinderen ook, hè? Nee. Die spelen daar. Nee, waarom niet? Het is toch een gat? Het was een zandbak. Ja, nee, het was het graf van de hond. Hé, hey. Dit is een handig mooi motortje voor je. Pak hem niet op, Nick. Jongen, ga erop zitten, man. En ik denk dus dat ik gelijk ga krijgen. Het bandje, dat gaat niet passen. Dat is gedaan. Hey Marino! Yes! Could you make something for me, please? What? What? Could you please connect my phone to charge? No! Gehaald hier. En je kan hier dus gewoon cactus erop doen. Ja, ik heb nog nooit iets gegeten met een cactus erop. Ja, maar je kan gewoon cactus. Dat is te gek. Ik ga ook nog wat van een groene saus nemen, dames en heren. Wat is dit? Apple ginger. Had je die genomen? Dat is een kombucha. Maakt me niet uit. Als dat niet mad is, dan weet ik het ook niet meer. Wat denk jij daar? Ik denk van wakker, kattenpik. Yeah. Kattenpik. Yeah. Kattenpik. We shouldn't go to kattenpik. Goedemorgen. Kijk, weet je wat er helemaal kut is hier in Mexico? Dat je dus bij heel veel wc's, dat als je gaat scheiden,
dat je dus een wc-papier in een emmenage moet gooien omdat anders de boel verstopt raakt. Nou heb ik al voor gezorgd dat waarschijnlijk 5 wc's overleden zijn. Nou, dat is kut. Vind ik helemaal kloten. Kijk, op tour gaan, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Weet je, je moet weten wanneer je kan feesten. En, nou, dat is eigenlijk altijd feest. Je kan gek doen, dat is hartstikke leuk. Maar ja, als je zoals een snoeptomaat hier, weet je, die slaapt dan maar 2 uur. Die gaat weer veel te laat naar bed toe, dus die is helemaal naar de kloten. Snoeptomaat. Ja, moet je niet doen, hè. Ik heb tenminste nog 4 uurtjes uit weten te halen, denk ik. Was het 5? Van Mexico. Okay, so what's the problem? The problem is we can't find the key. The key of the what? The key of the van to get to the last show. Oh, so we really need the key, eh? We really need the key. So Renee is like fucking stressing out at the moment. And I can understand because this is, yeah. There's extra keys. Zo. En het tube, heb je het nieuws al gehoord? Ja, het is een sleuteltje kwijt, hè? Een sleutel kwijt, weet je hoe dat komt? Geen idee. Omdat ze gisteren hier met z'n allen coke hebben zitten snuiven. En daar hebben ze natuurlijk die sleutel voor gebruikt. Want ja, een sleuteltje gaat naar de neus. Als je coke hebt en je hebt een sleutel op tafel liggen, ja, dan weet je wat er gebeurt. Dan heeft iemand die sleutel opgesnoten. Ja, waarschijnlijk wel. Ze moeten iemand de maag uitpoppen. Ja, gelukkig lag ik toen al lang in bed. Maar de snoeptomaat hier, oh. Snoeptomaat, nee, die zat er lekker bij toen ze aan het bezen waren. Snoeptomaat is een neus. Ja. Kunnen met z'n moet je even in de neus kijken of die daar is. Ja, wacht even, laten we even kijken. Zit hij in je neus? This shit never happens to you in your band, hè? Never. Never, yeah, because you're a responsible guy. So where was it? In my bag. In your bag? In the cage. Jesus fucking Christ. Word je toch helemaal stront ziek van, jongen? Ja, ik ben de sleutel kwijt. Als je een half uur aan het zoeken zit die sleutel in zijn fucking tas. Heb jij ook coke gesnoven gisteren? Hè? Huh? Lapswans. We find the key. Yeah, find the key. It was up his nose. Lekker band. Ja. Kijk. Het voordeel als je een reserveband bij je hebt. Dan kan je die onder je bus gooien als die band naar de kut is, hè? Maar ja, die hebben ze natuurlijk niet bij hier, want ze doen hier niet aan reserveonderdelen. Dus ja, dat is helemaal kut. Dus we staan hier in de brandende zon. Nou, dan gaat ons dagje tempelbezoek. God, vernelke zei. Jongen. Kijk, nou zit ik hier dus dat ding los te draaien. Niemand snapt er een fuck van. Ja, nou, dan ga ik het maar doen, hè? Mijn vader heeft tenslotte een garage. Dus ja, ik moet mijn vader toch een beetje trots maken. Godverdomme zeg. De Shwelly de Shwellek in his natural habitat, just looking at things, wondering if he could do something. So what do you think, Shwelly? Tijd te doden. Zijn ze weer volop aan het trainen. Rob is aan het trainen voor zijn bokswedstrijd. En Carl is aan het trainen omdat zijn lichaam een tempel is en geen fucking fort.
Ik ga jou ook eens even wat doen, man. Nee. 2 uur slapen. Ja. Oh, nee, toch niet. Nou, daar kon je zien aangekomen. Je komt deze gringo's eventjes uit de brand helpen. Met zijn 2 te kleine bandjes die hij heeft meegenomen. Wedden? Zal je zien dat hij weer weg moest, staan we hier nog een uur te wachten. Maar zo gaan dat soort dingen. Als je op tour bent. Hij zit dus nu naar die band te kijken. En ik denk dus dat ik gelijk ga krijgen. Het bandje, dat gaat niet passen. Of hij gaat de reserveband die lek is, die gaat hij waarschijnlijk nu oppompen. Dus wat er nou gaat gebeuren, is die gast die gaat dus zijn eigen band eraf halen van zijn auto om die op onze bus te zetten. Maar ja, die band is een stuk groter. Nou, de nieuwe band zit eronder. Maar zoals je ziet staat die bus aardig scheef. We hebben fucking 5 minuten in die van gezeten, we stoppen weer, kan toch niet? Dan zul je zien dat ze dadelijk zeggen, we hebben geen tijd meer voor die andere dingen. Nee, maar dat gaan we dus wel gewoon doen. Ja, echt wel. Moet je kijken in de tempo dat deze gast zover is. Dit is weer diezelfde troep als net volgens mij. Dit is het echte Mexico, joh. Ja, nou. Walking, eh, Tommy? Every day walking, walking, walking. Ja. Die zwellig, die is voor mij ook niet meer zo vrolijk. Die heeft ook eten nodig. Gezellig, hè, op straat. Ja, dat is mooi, man. Huh? Ja, dat is, lijkt eigenlijk helemaal niet op een iets wat slechtere wijk in Guadalajara. Helemaal niet. Maar dat maakt niet uit. Je hebt dat lekker takeltje voor ons gebracht. Dat zeker weten. En het wordt iets wat drogere bakwerk op de hoek, maar voor de rest alles oké. Okay. Wat wat sinistere figuur aan de hoeken, maar we zijn er weer. We zijn er weer. Uurtje van de show gegeten. Perfect. We worden omgeroepen. Goedemorgen allemaal. Nou, het is 5:10 of zo.
En ja, we hebben allemaal een uurtje geslapen. We zitten nu alweer op het vliegveld van Guadalajara. Waarvan we helemaal niks gezien hebben, omdat we natuurlijk met een lekker band stonden, dus dat is helemaal kut. Want ik had natuurlijk nog wel wat leuke dingetjes willen kopen. Maar ja, dat is allemaal niet gelukt. Dus we gaan nu weer terug naar Tijuana vliegen. En we vertrekken om 6 uur. Het duurt 3 uur en we komen om 7 uur aan daar. En dan moeten we weer naar Los Angeles toe. Dus ja, dat wordt wel lachen. Ik ben nog wonderbaarlijk in goede stemming ook. Ik ben wel echt onwijs moe. Maar door mijn nieuwe Colombiaanse vriend die ik gisteravond heb ontmoet, is het toch allemaal wat draaglijker geworden. Laters. Er zijn er een paar. En, het is allemaal zeg maar, afgeleid van zeg maar, de Nederlandse straattaal. Dat zijn allemaal Mexicaanse steden namen. Antilliaans, Surinaam, Surinaam, de straattaal van Pahuaca. Pahuaca steden. Kattenpis is niet per se straattaal, maar. Maar zo heet het. Kattenpis, maar. Jouw favoriete, dan zijn we bij jouw favoriete stap. Dat is Sakkerdikkers. Sakkerdikkers. Spaghetti carbonara. I need this. Marino! That's a lot. Okay. Café. Nee. Hij wil vers geperste zure hands hebben. Hey, zal ik even naar de overkant gaan? Wacht even. Ja, kijk maar even. Wacht even. Haal even voor de kaas af, vriend. Wacht even. Ik wil vanille. Almond. Vanille en noe. Vanille en noe. Anoe. Vanille Anne. IJs vanille. Er staat IJs vanille. Anus. Anus. Hij wil een anus. Ik denk wel dat het moet snel gaan. Hij wil een vernieuwde anus. Oh fuck. Tommy, had ze dan coke? Nee. Tommy, had ze coke? Ja, Tommy wilde coke. Maar dat heb ik niet aangehaald.
goed tijdje schon in. Holt jetzt ein Coke. Da warst du die ganze Zeit in Mexiko und holst hier dein Coke, oder was? Wie viel Coke hattest du in Mexiko? Prinz Valiant. Das ist nur neidisch. Sie nehmen nur Moko Coca Tommy. Auf Tommy Coca. Mhm. Oh, Schnaufbaus. Tommy Coca. Die alten Schnauftypen. Die alten Schnauftypen. Hero. Merci. Boko. How are you doing today? I'm perfect, thank you very much. Here you go, mate. Shortages. Thank you. Appreciate it. You got a lighter? Yeah, I got a lighter. Cool. Thank you. So schwaggy the schwelleck, it's got schwack. Nou, betalen hier dus $12 voor een fucking biertje. Helemaal kut. Helemaal kut. Kut. Dit is wel shit. Hey, Arthur, jij bent gelijk, hè? Ja. Hier staat ons geen geld. Wij komen het vliegtuig niet meer in straks, jongen. Ja. Nou ja, jongen. Dit is... geniaal! Dit is top, man. Dit is de beste afspraak van de single. Maar nee, man, hier beginnen we niet. Staat dat ding aan? En natuurlijk staat hij aan. Ja. Dan heeft het hier gewoon een tafel. Is te gek. Ik was. Doen ze nachtfoto en dan gaan ze een pik censureren. Hé, maar dit bij is gewoon. Neonazi. Wacht even, jongens. Dit schijnt een foto te zijn van een tattoo. Top, ik voel me nu wel echt top, joh. Ik denk dat het blijft dan gewoon pijn. Hij voelt je altijd top als je twee biertjes in hem zit. Ja, dat is wel een lul. Hey, ouwe slobberbob, hey, nog een keer. Fucking poeflap, proostie voor jou. He really doesn't live till 7. Heb je al betaald? I think we'll just stay in. You didn't heb je al betaald? Hey, maar hoeveel is die rekening? Just he cost. Hey, hoeveel is die rekening? Nee, dat kan niet. Ja, maar. $195 voor een paar fucking biertjes. Ze zijn helemaal fucking gek geworden hier, man. Zet je. No, really? You should hurry. We worden omgeroepen. Wil je dit doen, hè? Fucking door aan die fucking Mongolen die dit doen, hè? Mongolen eruit straight. Wat eigenlijk was het. Als een shit. En hoe de koest daar is fucking cool. Sorry, sir. How you doing? Hij zegt, dit is een bank. No.